We zijn hier bij Wim Pluimers, in Enter beter bekend als Wim van Cups. Wim is wereldberoemd in Enter en omstreken als Ebenezer Scrooge. Hij speelt al jaren de hoofdrol in de Enterse versie van het kerstverhaal van Charles Dickens. In het plat, wel te verstaan. Wim, vertel, Scrooge in het plat? Ja, dat kan de dominee van de spek. De goede man in Beelmien een keer op. En in haar, bij zichzelf dag, het Scrooge verhaal. Dat is eigenlijk wel een heel mooi kerstverhaal. Maar om het nou te doen, in het Hollands, dat vinden we niet mooi. Of ik het niet mooi vind om dat in het plat te doen. Ik zeg, ja, ik vind alles mooi, domie. Maar ja, wat weet je om met? Hij zegt, nou, ik wil Gerrit Kraveren om dat in het dialect te schrijven. En zo is een bal aan het ronden. En een hele organisatie erbij. En dat was van heel kleinschalig, want dat was de eerste vergadering. Die waren gewoon heel kleinschalig in de gereformeerde kerk aan de Riesenweg. Niet al te veel greune toe tot een, nou echt een gigantisch mooi spektakel. Een kleine 60 man, deed er aan met, vuur en achter de coulissen. En deze jongen mocht dan de hoofdrol spelen. Het verhaal, nou, dat is iedereen wat bekend van den gierigenaar. Maar het spul met die leur, met die crew die we toe gaan, dat was een fantastische ervaring. Je hebt dat nog, het verhaaltje nog twee keer weer door en later in het parkgebouw. En dat waren ook gigantische successen. Je hebt meer als ik meen, voor 3500 mannen speelt. Dus dat was echt een initiatief uit Enter. Ja. Van de dominee, het was echt een Enters verhaal, ook in het plat. Hoe voelde het om Scrooge te zijn? Ja, op de persoon schreeuwen hoofd. Ik hoor van zulke soort leur. Ja, niet dat ze zo ziet, maar om ze nooit te spelen. Ik vind dat prachtig om te doen. Dat is zo'n gierig en vrek. Dat alleen maar aan zichzelf. Helemaal. Tot er worden gehaald. Door de racen. Dat is prachtig mooi. Dat is prachtig mooi om te doen. Ja. Is toneel belangrijk in Enter? Is cultuur ook belangrijk in Enter? Ja, dat vind ik wel. Want anders wordt doods. Dan wordt doods. Als er geen toneel is, is doods. Kijk me, het begint al op de school. De wichter, die heeft een keer een uitvoering van het een of het ander. Als ze uitscheelt met de school, dan begint dat. Dan maakt ze af in een sprookje mee door. En jaarlijks een optocht van Koninginnedag. Dat moet toch blijven, zulke dingen. Dat is toch mooi. Ik speelde zelf toneel na een visiet. In omtrek wel behoorlijk bekend. Ik speelde in Enter. Riesenheel was vast een klant. Ja, dat moet gewoon blijven. Dat moet in al die verenigingen. Je hebt de min 20 gewoon blauw zien. Het is ongeveer een van de liste clubs die te bezien. Ik vind dat belangrijk. Nou is Enter doorgedrongen tot de halve finale van het leukste dorp van Overijssel. We zitten bij de laatste 9. Wat maakt Enter voor jou speciaal? Een mooi geneugeld dorp. Ja, denk ik wel met de zeg. Geneugeld. Mooi om te wonen. Ja. En de Entenaren? Ja, ik zit er zoveel in. Gezellig, mangs, lekker, dwars in draad, zoals ik dan in Riesen en hier in de omstreek zeg. Ik vind dat hartstikke mooi. Daar kan ik echt van genieten dat ik naar Nederland zit. Ingwiezen, zeg ze dan. Ja. Kan ik van genieten. Mooi eten snel. Ja. En Enter is Ingwiezen meer, ja. En moeten mensen op Enter stemmen, vind je? Ja, dat zou wel mijn naam willen, maar stemmen. Nou, wat vind je? Roep ze maar eens even op om op Enter te stemmen. Leur, ze doet best die bentje dus een keer vuur. En neemt uw stemmen voor. Stem op Enter. Ja, stem op Enter.